Het leek me leuk om te laten zien hoe in de 19e eeuw de piano, ja, hoe zeg je dat, steeds expansiever wordt. De mogelijkheden in de piano werden groter, de piano's werden beter, letterlijk groter. De componisten werden romantischer, wilden grotere gebaren maken. Beethoven met opus 109. Het lijkt eigenlijk muziek die nog in de toekomst geschreven moet worden. Alsof je gewoon een volledig nieuwe ruimte betreedt, waarin je alles nog een keer moet zien of ontdekken. Hans van Zweden was een componist, een Nederlands componist uit de jaren 40 en 50. Een hele romantische ziel. Ik wil op de Piano Biennale heel graag Nederlandse muziek laten horen. En dit mocht niet ontbreken. Het zijn ongelooflijk mooie stukken. Jennifer Stoom, een altvioliste, gaat bridge spelen, pensiero. Het is toch leuk om niet alleen de piano te hororen. Ik wil heel graag dat de altviool even shined. Het wordt altijd als een gegeven beschouwd, de altviool. Dan gaan we naar Mahler kwartet, wat heel erg past bij het steeds groter worden van deze avond.